Op 11 januari 2022 schoot Mohammed Ali Zemwe, een beroemde komiek op YouTube en TikTok, zijn 14-jarige dochter Shaat dood met drie kogels door het hoofd in Beswe, Irak. Mohammed zei dat hij zag dat zijn dochter de deur had geopend voor een jongeman en zijn, eer, had gered. Hij had het lichaam daarna naar een dokter gebracht, die verklaarde dat ze als maagd was gestorven. Daarna vluchtte hij naar Baghdad. Mensenrechtenactivisten wijzen erop dat de verklaringen van Mohammad al verband houden met artikel 409 van het Iraakse wetboek van strafrecht. Als dit wordt beoordeeld als eerwraak, dan zouden rechters hem maximaal drie jaar gevangenisstraf mogen opleggen. Wij zijn benieuwd naar uw tips. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal Onderzoek Eerwraak.